Wat? Ja, dat. Hoi, ik ben Jamila en heel erg leuk dat je deze video bekijkt. Misschien ken je mij van mijn YouTube kanaal Meisje Jamila. En op dit moment speel ik de hoofdrol in een film Misfit. Vandaag neem ik je mee op de set en je kunt gewoon kijken hoe een dagje op de set van Misfit eruit komt te zien. En het is super leuk en heel erg gezellig. Dus kijk maar mee. Dit is dus echt mijn allereerste filmrol, dus ook meteen de hoofdrol. Die is dus heel erg groot. Ik was er super zenuwachtig voor. En ik vind het super, super leuk. Ik vind het echt top. Ik wil graag meer. Ik speel Nick. Ik behoor tot de Misfits in de film. En wij zijn eigenlijk een beetje de die onderaan de was aan het spelen. Ik speel Julia. En ze is een meisje dat in Amerika woont. En uiteindelijk blijkt dat ze terug moet verhuizen naar Nederland. En dat betekent dat ze dus ook naar een nieuwe school moet. Ze wordt dus bestempeld als een misfit door de VIP's. En de VIP's zijn zeg maar de populaire meiden op school. Ja, daar ga ik nog niet zo heel erg veel over zeggen natuurlijk. Ik zag Magenta in deze film. En Magenta is eigenlijk een heel lief meisje. Maar ze vindt het een beetje spannend voor mensen dichtbij te laten komen. Dus daardoor heeft ze altijd een soort energy. Wij spelen voor jou. Wij spelen voor jou en Luca heeft nog een. Ik speel Luca en ik heet dus wel. Zelf gitaar is wel te veel en ik kan helemaal geen gitaar spelen. Dus dat is wel een interessante uitdaging voor mij. Het allermoeilijkste is gewoon heel natuurlijk overkomen op camera. Dus je weet je zinnen en je weet al wat je gaat zeggen, je weet wat er gaat gebeuren. Maar je moet het toch zo spelen dat het echt gewoon net, ja, net als het nu gebeurt. Ja, bij tv-programma's moet je altijd in de camera kijken. We zijn best wel gewend om in de camera te kijken. En hier mag je niet kijken. Daar de kaars moet naar daar kijken of naar daar. Of er langs. Maar niet erin. Deze schoen had ik aan. Ik vind sowieso de outfit van Magenta wel echt goed bij haar passen. Ik heb geen leuke outfits. Ik heb echt geen leuke outfits. Als een stylist het ziet, dan wordt hij helemaal gek. Mijn leukste outfit wordt tijdens de grote show. Ik heb hem al liggen en dat is dan een soort rood broek met een wit t-shirt. Een spijker denim jepachtig iets en een witte broek. Schoen. Duidelijk uitgelegd. De broekschoen. De grappigste vind ik de outfit. De gevonden voorwerpen outfit. Dus ik heb dan echt een hele grote joggingbroek aan en een hele lelijke t-shirt. Dat ik aankwam en ik liep zo met de donuts. Er stonden 3 cola bekers op. En die waren helemaal gevuld met cola. Ja, en dat ging gewoon mis. Ik kleurde gewoon het hele ding op de grond. De allereerste dag moest ik dus maar de wekker uitslaan. En ik sloeg erop en het hele nachtkastje vloog zeg maar uit elkaar en alles viel. Dus dat was wel grappig. Soms scène, Lucas? Een scène op school. Ja. Op het school gaan we. Mijn moeder in de film is een vlogger. Een van de fit girls die stond dan met haar squad op een trap en ik liep dan langs. En dan zegt dat meisje zegt tegen mij: hé, jouw moeder is toch Darling Daisy? En dan zegt ze: ja, dat vind ik echt super vet. En hij zegt: weet je wat ik echt super vet vind? En dan heb ik een cola in mijn hand en dan doe ik dat zo over haar computer. En dat vond ik echt super leuk. En volgens mij wordt dat ook heel vet in de edit dat er allemaal rook uitkomt en zo. Ik ben natuurlijk ook een YouTuber, maar ik sta niet voor de schermen, ik sta achter de schermen. Ik maak het YouTube kanaal van Misfit de Film. Ik zorg dat alles gefilmd wordt, en alles geëdit wordt en alles online komt. Dus ik ben verantwoordelijk voor het YouTube kanaal van Misfit. Nou, alles wat ik heb gezien ziet er heel mooi uit en het ziet er leuk uit, dus je moet er gewoon naartoe gaan.
actie mag jij de muziek starten, Marcel. Bedankt voor het kijken van deze video. Op 27 september komt de film Misfit uit in de bioscoop, dus zorg dat je er zeker bij bent. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit kanaal, dus klik eventjes op de abonneerknop, geef het een like en dan zie ik je in de volgende video. Doei!